Hallo, ik ben Stefan Kooklare. Ik ben paardenarts werkzaam aan het SMDC in Hees. Zoals jullie in mijn vorige vlog hebben gezien, heb ik over het normale gewricht toen gepraat. En nu in deze vlog wil ik gaan praten over het gewricht met artrose. Wat is artrose eigenlijk? Artrose of ook osteoartrose is eigenlijk een aandoening waarbij enerzijds ontsteking zit. En die ontsteking wordt ook wel eens osteoartritis genoemd. En aan de andere kant zit slijtage. En die combinatie van slijtage en ontsteking gaat uiteindelijk tot artrose gaan leiden. Jullie zullen vast wel een paard hebben gehad met stijfheid aan hals of rug of stijfheid in de ledematen, maar ook wel kreupelheid vanuit de ledematen, die door een gewrichtsaandoening en met name door artrose is ontstaan. Wat gebeurt er nu binnen een gewricht die uiteindelijk tot artrose zal leiden? Laten we eens even kijken naar de verschillende componenten. Beginnen we met het bot. Dit is het normale gedeelte van het bot, dit is het abnormale gedeelte van het bot. Het bot gaat uiteindelijk brozer worden en kan ook stugger gaan worden. En wat zie je gebeuren is dat er enerzijds dat de botdichtheid gaat toenemen. Dat heet ook botsclerose. Maar anderzijds kan het ook zijn dat er te veel oplossing op treedt. En dat heet ook osteolyse. Wat er kan gebeuren is dat er verschillende scheurtjes in het bot gaan staan. Een microcracks die uiteindelijk tot een barsje of een fissuur aanleiding kunnen geven. Anderzijds is dat er ook eventueel kiestjes kunnen ontstaan in dat subchondrale bot. En je hebt ook de klassieke fragmenten die uiteindelijk ook eventueel tot artrose kunnen aanleiding geven. Naast deze veranderingen in het bot zien we ook dat het bot uiteindelijk door een abnormale belasting gaat verbreden. Als je naar de tweede component gaat kijken is het kruikbeen. Het kruikbeen kan dunner worden. Er kunnen ook een soort van haren of fibrillaties op ontstaan. Er kan een kruikbeendefect staan die deels is, maar kan ook volledig een kruikbeendefect zijn tot op het subchondrale bot. En uiteindelijk leidt dat tot een oneffene oppervlak. Die veranderingen in bot en in kruikbeen die hebben invloed op elkaar en die gaan ervoor zorgen dat het proces steeds verder en verder gaat. Een derde component is het gewrichtskapsel en samen met het gewrichtsvocht. En dan zie je dat het normale gewrichtskapsel, die heel soepel is, uiteindelijk veel stugger gaat worden, omdat het dikker en fibreuzer gaat worden. Maar anderzijds ook die binnenbeleiding, de synoviaalmembraan, die gaat verdikt worden, die gaat meer ontstoken zijn, die kan roder zijn, maar die kan ook als soort dikke vingers eruit gaan zien. Dus eigenlijk een soort van een chronische synovitis gaan vormen. Door die synovitis en die verandering in het gewrichtskapsel gaat je gewrichtsvocht ook gaan veranderen van samenstelling. Het gaat veel wateriger worden door het ontstekingsproces die erin afspeelt. En het gaat niet meer draadtrekkender zijn, maar gewoon heel vloeibaar zijn. Dus als je het aanbreekt, komt er dan echt water uit in plaats van een rekbare vloeistof. Naast je bot, je kraakbeen en gewrichtskapsel en gewrichtsvocht heeft natuurlijk ook een invloed, heeft dat dus ook een invloed op je bespiering en op je andere onderdeel van het gewricht. Denk maar aan de knie, aan de meniscus. Dus je gaat veranderingen in de hoogte van de meniscus zien. En bij de bespiering ga je zien dat de bespiering gewoon minder gaat worden. Wat zijn de oorzaken van artrose en hoe ontstaat het? Het eerste voorbeeld is een te hoog piekbelasting. Denk maar aan versterking van je gewricht. Een tweede is gewoon herhaaldelijk dezelfde oefeningen doen dagelijks, waardoor je eigenlijk een chronische overbelasting van je gewricht gaat krijgen. Een derde is conformatieafwijking. Denk maar aan afwijkende hoef- of voetconformatie of een afwijkende voetas. Afwijkende stand van ledematen. Denk maar aan X-benen of O-benen. Andere factoren die naast een acute of een chronische overbelasting en conformatie een rol spelen zijn training, bodem. Eventueel een infectie kan uiteindelijk ook tot artrose gaan leiden. Ook afwijkingen of ontwikkelingsstoornissen aan het kruikbeen en aan het bot. Het is van belang om zo snel mogelijk al deze veranderingen die in het gewricht gebeuren gaan op te sporen. Om zo goed mogelijk en zo snel mogelijk in te grijpen in die vicieuze cirkel die uiteindelijk tot artrose leidt te gaan doorbreken. Hoe kan je dat zelf nu gaan herkennen, een gewricht of een probleem waarbij artrose aanwezig is? Dus gaan kijken of je gewricht, bijvoorbeeld denk maar aan je kogel, of er een diffuse zwelling is rondom de kogel, of er een gewrichtsovervulling zit al dan niet. Of hij af en toe wel warm is, of als je hem opneemt dat hij pijnlijk is bij het buigen, of dat hij stijver is dan normaal. Dat zijn allemaal dingen die je zelf kan ontdekken en voelen. En om te weten van moet ik nu naar de dierenarts gaan of niet.
Als jullie hier komen met een paard waarbij een gewrichtsprobleem wordt vastgesteld of aanwezig is, dan gaan we eerst vooral belangrijk even gaan kijken hoe het paard klinisch is. En dan klinisch met name kijken of er overvulling is, kijken of het paard pijnlijk is bij het buigen, kijken of er stijfheid aanwezig is. En dan in beweging gaan kijken van is er kreupelheid aanwezig vanuit ledemaat of is er kreupelheid en stijfheid vanuit de wervelkolom. De stap naar goed klinisch onderzoek is het verder in kaart brengen van het gewrichtsprobleem door diverse beeldvervangingstechnieken. En daar hebben we het in een volgende vlog over. Dus als jullie een paard hebben met klachten te volgen van een gewrichtsprobleem of artrose, dan ben je van harte welkom op het SMDC.